Hallo mijn motorliefhebbers, maak je klaar, we hebben een knaller. Lewis Hamilton, onze zevenvoudig wereldkampioen, staat op het punt Mercedes te verlaten en het Ferrari rood aan te trekken in 2025. Op sociale media staan afbeeldingen van Hamilton in Ferrari kleuren en de gevolgen zijn enorm. De aandelen van Ferrari zijn met 13% gestegen en de speculatie rond de afgewezen aanvraag van Andretti Global om toe te treden tot het kampioenschap is naar de achtergrond verdwenen. Hamiltons vertrek laat Mercedes in de steek en de vraag wie zijn plaats zal innemen is het gesprek van de dag. Deze stap heeft de Formule 1-wereld op zijn kop gezet en zorgt voor opwinding en anticipatie voor de komende seizoenen. Maak je gordels vast, mensen. We staan een spannende rit te wachten. Hallo daar, autoliefhebbers. Jullie maatje Enzo hier. En dit is jullie vriend, William Turner. Vergeet niet dat we hier op Formule 1 Passie elke dag het laatste nieuws over de Formule 1 brengen. Doe ons een plezier en abonneer je en vergeet niet op die meldingsbel te klikken. Laten we nu vol gas gaan. Kun je het geloven, maat? Lewis Hamilton, onze zevenvoudig wereldkampioen, verlaat Mercedes voor Ferrari in 2025. Het nieuws heeft heel wat opschudding veroorzaakt. Zelfs de aandelen van Ferrari zijn in één dag met 13% gestegen. Het is absoluut ongekend. De sociale media staan in vuur en vlam met afbeeldingen van Hamilton in een rood Ferrari-uniform. Zeker weten. We keken allemaal uit naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive, nietwaar? Maar toen, uit het niets, wees de Formule 1 de aanvraag van Andretti Global voor het kampioenschap af. En te midden van al deze chaos beginnen er geruchten de ronde te doen over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari. De timing had niet dramatischer kunnen zijn, toch? Helemaal niet. Mercedes bevestigde dat Hamilton aan het einde van het seizoen 2024 vertrekt. En toen kregen we deze persoonlijke verklaring van Hamilton. Hij is al bij Mercedes sinds hij 13 was, dus deze stap moet een moeilijke beslissing zijn geweest. Het is echt het einde van een tijdperk geweest. Maar de opwinding voor wat te komen gaat is voelbaar. Absoluut. En terwijl we verrast zijn, kunnen we alleen maar bedenken wat dit betekent voor Mercedes. Ze hebben een succesvolle periode gehad met Hamilton. Met deze stap zullen ze goed moeten nadenken over hun toekomstige strategieën. Nu was de bevestiging van Ferrari de kers op de taart, nietwaar? Ze hebben officieel aangekondigd dat Lewis Hamilton zich bij hen zal voegen in 2025. Dat klopt. En we zagen de aandelen van Ferrari op de New York Stock Exchange met maar liefst 13% stijgen. Dat is nog eens een flinke opschudding in de racewereld. Het duurt nog steeds even voordat het nieuws echt doordringt. Hamilton en Mercedes vormden jarenlang een krachtig duo. Zijn samenwerking met Toto Wolff in het bijzonder was van cruciaal belang. Inderdaad, laten we Charles Leclerc niet vergeten. Hij heeft ook een meerjarig contract bij Ferrari. Het wordt dus interessant om te zien hoe ze samenwerken. En dan hebben we nog Carlos Sainz Jr. Hij heeft bevestigd dat hij aan het einde van 2024 afscheid neemt van Ferrari. Ik vraag me af waar hij terecht zal komen. Het is een open stoel die kan worden ingenomen door een getalenteerde coureur zoals Sainz Jr. Maar het is niet alleen Ferrari. Zelfs Mercedes heeft nu een lege stoel. Absoluut. Het wordt een zware strijd voor Mercedes. Ze hebben jarenlang het team rond Hamilton opgebouwd. Nu kan deze overstap betekenen dat Hamilton tijd nodig heeft om de auto en de teamdynamiek bij Ferrari te begrijpen. Laten we ook niet vergeten dat toen de Formule 1 in 2022 overstapte op nieuwe reglementen, Mercedes veel problemen ondervond. Ze hadden moeite met het concept van de auto en worstelden lange tijd met problemen op de rechte stukken. Inderdaad, het belooft een uitdagende tijd te worden voor hen. Maar het garandeert wel een spannende kijkervaring voor de fans. Er is hier ook een interessante wending, nietwaar? De voormalige topingenieur van Mercedes, Loïc Serra, die Hamilton's sepsis over het concept van Mercedes-auto's deelde, verandert ook van loyaliteit en gaat in 2025 naar Ferrari. Het lijkt erop dat Hamilton een bekend gezicht zal hebben om mee samen te werken bij Ferrari. Ik vraag me af hoe Leclerc dit nieuws oppakt. Er lijkt nu een mogelijke rivaliteit te ontstaan tussen hem en Hamilton.
Dat is waar, maar laten we niet vergeten dat Hamilton mentaal Fernando Alonso, een tweevoudig wereldkampioen, versloeg aan het begin van zijn carrière. Hij is geen vreemde als het gaat om concurrentie binnen het team. Over concurrentie gesproken, Sainz Jr. zit een beetje in een lastige situatie. Hij heeft tijd om zijn volgende zet te plannen, maar de vraag blijft, wordt hij de vervanger van Hamilton bij Mercedes of kijkt hij ergens anders? Dat is inderdaad de vraag van een miljoen, nietwaar? Maar één ding is glashelder. Ferrari is hier de echte winnaar. Hun aandelen stegen aanzienlijk en de komst van Hamilton zou hen mogelijk een 8e titel kunnen bezorgen. Niet te vergeten dat Hamilton in 2021 zijn wens heeft geuit om voor Ferrari te rijden. Het lijkt erop dat zijn droom eindelijk uitkomt. Hij heeft inderdaad genoemd hoe geraakt hij was door de Ferrari-fans die voor hem juichten in Monza. Een gevoel dat nu waarschijnlijk nog sterker is. Laten we ook George Russell niet vergeten. Met het vertrek van Hamilton heeft hij een gouden kans om zichzelf te bewijzen bij Mercedes. Ik ben het helemaal met je eens. De grote vraag is wie zijn teamgenoot zal zijn. En over het algemeen is het de Formule 1 die het meeste profiteert van deze opwinding. Hamilton, die zich voegt bij de rijen van drie coureurs die zowel voor Ferrari als Mercedes hebben gereden, is historisch. Het vooruitzicht dat hij een 8e titel voor Ferrari veiligstelt is ronduit opwindend. William, waarom duik je niet even in de internetreacties en laat je ons weten waarover er wordt gediscussieerd? Ik heb hier een behoorlijk levendige thread. Dus een kerel genaamd Slowly Harold begint de thread door Alonso te citeren, zeggende: ik ben de enige beschikbare kampioen voor 2005 en een snelle wereldkampioen. Aha, Alonso weet altijd hoe je de boel interessant moet houden. Ja, hij roert weer in de pot. Commercial Brett reageert erop met de opmerking: het vermogen van Nando om dingen in beweging te brengen blijft voor mij altijd hilarisch. Nou, daar heeft hij niet ongelijk in. Vreemde Tim mengt zich erin en is het ermee eens. Hij zegt: hij is zonder twijfel de grappigste coureur op de grid. Maar dan suggereert Jim Clark Kent Hovind dat Piastri hem op de hielen zit. En hoe reageren mensen daarop? Pepperoni Killer herinnert zich. Hij zegt: de reactie van Piastri op de kerel die viel tijdens het gebruik van de hoverpack is mijn hoogtepunt van het seizoen. Daarna is er veel discussie over de humoristische capriolen van Piastri en Alonso. Zelfs Biscuit Zero haalt Horner aan en zegt: de laatste van de grote stokers. Met Horner waarschijnlijk binnenkort weg, is het alleen Nando die voor wat opschudding zorgt. En daar heeft hij een punt. Derek Neil Adams maakt een humoristische opmerking over de woorden van Alonso. Hij zegt evenveel dat hij bij AM zal blijven, als dat hij zegt dat elk team dat op zoek is naar een coureur, weet dat hij hun eerste aanspreekpunt is. Dat is een slim zet. Het is hier een zeer levendige discussie. En het is duidelijk dat Alonso's opmerkingen een snaar hebben geraakt bij de fans. Ze waarderen zeker zijn humor en openhartigheid. Tja, wie houdt er nu niet van een beetje plagerij? Het houdt de zaken zeker interessant, zowel op als naast de baan. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen, William. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt allemaal voor het meegaan op deze razendsnelle reis door de wereld van de Formule 1. We hebben een behoorlijk levendige discussie gehad over Hamilton's overstap naar Ferrari en de mogelijke gevolgen daarvan. Niet waar, William? Inderdaad, Enzo. En laten we de hilarische commentaren van onze goede oude Alonso niet vergeten, die de boel lekker opschudt. Nooit een saai moment in de wereld van de Formule 1. Absoluut, William. We horen graag jouw gedachten hierover, dus laat gerust een reactie achter. Vergeet niet te abonneren en op dat belletje te klikken, zodat je nooit een aflevering mist. Het delen van ons kanaal met je vrienden, familie en mede F1-liefhebbers zou geweldig zijn. En onthoud, we zijn elke dag live en brengen je de meest verse content rechtstreeks vanuit de paddock. Maak je klaar, want we hebben een aantal spannende dingen in het verschiet. We zijn jullie echt dankbaar dat jullie vandaag met ons hebben meegekeken. We kunnen niet wachten om jullie aan boord te hebben voor onze volgende aflevering. Dus houd je helm op en je motoren op toeren, want we zijn pas net begonnen. Enzo en William, gas erop, houd je blik op de weg. De content op ons kanaal is puur goud.